Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de Noordzee bevinden zich brede opklaringen, maar boven Nederland ligt nog een groot bewolkingsgebied. Langs de kust vallen enkele buien, daar schijnt ook heel af en toe de zon. In het binnenland is het druilerig, maar breekt ook heel af en toe de zon door. Temperaturen vanochtend nog aan de kille kant 2 tot 6 graden. En vanmiddag wordt het dan 3 graden in Limburg, daar dus nog steeds koud, maar elders 5 tot 8 graden in het binnenland wordt het wat vaker droog aan zee kan er nog steeds een enkel buitje vallen en de zon blijft het moeilijk hebben vanavond nog steeds hier en daar wat motregen of een buitje ook een paar opklaringen temperaturen tussen de 3 en de 6 graden in de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog morgen hebben we te maken met wolkenvelden maar af en toe schijnt ook de zon en overdag is het dan op de meeste plaatsen droog temperatuur gaat iets omhoog het wordt 5 graden in limburg 8 graden aan zee 9 op de waddeneilanden Zondag trekt een zwakke storing over het land, zaterdagavond is het nog even koud, in de nacht na zondag valt er dan wat motregen en zondagochtend trekken die wolken weer weg en dan breekt af en toe de zon door. Het wordt 7 tot 11 graden zondag. Maandag en dinsdag gaan de temperaturen weer iets naar beneden, maar het blijft droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.